Welkom! Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering van ons WSD-journaal. Een wel heel bijzondere aflevering deze keer, die volledig in het teken staat van het grote jubileumfeest. Wat was het gezellig en wat was er veel te beleven? Laten we samen nog eens terugkijken naar deze onvergetelijke dag. Nooit weg in een gezellig feestje, hè? Ik heb zin in feestje, knal! Feestje, heb zin in, ja! Ongezelligheid. Dat is altijd weer een feestje van de WSD, is goed, wordt goed verzorgd. Niks mis mee, dus we gaan er voor vandaag. Heb je een beetje zin in het feest? Ja, wij wel. Ja, dat is geweldig, toch? En Tineke, die vindt het ook prachtig. Tineke, heb je er zin in? Ja. We zullen een enkele water. We hebben er hard vaat voor gewerkt. Applaus jongens voor ons 60-jarig jubileum. Binnen een uur is het volgestroomd. Mensen hebben het gezellig, mensen praten met elkaar. En het feest is eigenlijk pas 5 minuten begonnen. Dus ik denk dat we er een geweldig feest van gaan maken vanavond. Als je nou zo'n beetje terugkijkt. 60 jaar is niet niks. In 1956 begonnen met een hele kleine sociale werkplaats. Uitgegroeid tot een grote bloeiende organisatie van 2000 man. Een organisatie ook met een groot maatschappelijk belang in de regio. Een organisatie die ook goed staat aangeschreven. Kortom, echt iets om bij stil te staan en om een feestje te hebben. 3, 2, 1, 0! Ja! We zijn begonnen met een warming-up show met DJ Fons. Een en al gezelligheid met kandidaten die spelletjes kwamen spelen, prijzen konden winnen, muziek. Maar er is nog veel meer muziek. Frans-Duits komt straks bijvoorbeeld. Nu is Piano & Co. bezig met aanvraagnummers, een heel dynamische show. Er is een stilte disco, er is een nacht van de natte zakdoek. Je kunt op de foto make-uppen. Oh joh, zoveel. Heb je misschien tijd even? Dat denk ik wel. Ik heb nog wel een half uurtje. Loop je er van mee? Ik ben zelf ook wel benieuwd trouwens. Ja, top. Doen we. Drukte van je welste hier. Hier is een trucagefoto. Ik heb een collega die kan me dat haar van uitleggen. Wat gaan we doen? Wij gaan op de foto in de auto, zogenaamd, hè. En dan ga ik met mijn collega, die is bij de WSD. En als de trucage wordt helemaal vastgelegd. Kei leuk. Kijk, ze genieten, hè? Is het lekker? Je mag even met volle mond praten. Hij is niet netjes. Dit is de Buddha Lounge. Het is gewoon te chillen. En de small talk. Buitengewoon gezellig. Ik hoor niks. Nee, dat klopt. Dat is ook de bedoeling van de stilte disco. Ja, zal ik er eentje bij je opdoen? Ja, pas op voor mijn haar, dus ik doe hem even aan de onderkant. Horen wij hetzelfde? Hè? Horen wij hetzelfde? Ja, denk ik wel, ja. Waar hoor jij dan? Muziek. Maar van welk? Van Mark Jackson. Michael Jackson. Hoor ik hetzelfde, denk ik. Jij ook? Ja. Nou, heerlijk. Zullen we eens kijken of we dezelfde maat kunnen aanhouden? Want dat gaat niet helemaal vanzelf. Ik vind het fantastisch. Ik mag met hem mee. Dus ik bof. Hè? En John? Ja. Vindt John het ook een fijn feest? Ik vind het een heel fijn feest. Ja. Ja, dat klopt. Geweldig. Absoluut. En het is net begonnen, hè? Vertel ik me dat. We dansen.
Wat mogen de mensen hier? Ze mogen hier extra mooi gemaakt worden. Dat verdienen ze, denk ik, hè? Dus de haren worden mooi gedaan. Een stukje verderop zit de visagist. En iedereen die verwend wil worden, die mag komen zitten. Ja, ik vind het altijd heel prachtig als iemand aan mijn haar zit. Ik vind het altijd heel leuk wat de resultaat ervan wordt. Dus ik vind het helemaal geweldig. Super! Zomeravond in Parijs, jij en ik in dit paradijs. Langs de Seine hand in hand, een droom van mij kwam uit. De eerste kus bij de Notre Dame, ik wist niet wat me daarover kwam. Bij de Eiffeltoren vroeg ik je zacht, blijf bij mij vanaf. Elise, de allermooiste meid, ik wil jou echt nooit meer kwijt. Vanaf vannacht ben ik je man en dan en dan. Ja, ik vind het fantastisch natuurlijk. Het is hartstikke druk, hoorde ik net. 1800 mensen. Ik heb er nu twee van mogen ontmoeten. Van de Meet & Greet. Heel gezellig. En ja, dat is fantastisch. Weet je? Dat is gewoon mooi. En zeker als mensen fan zijn van je muziek. Ja, dan sta je op de juiste plaats, zeg ik dan maar. Het is wel een van de beste artiesten van Nederland eigenlijk. Ja. Ik vind hem eigenlijk wel echt een goede, ja, een goede gozer. En een goede... Echt, hij maakt de muziek echt naar de mensen. Voor niemand minder dan... S'avonds laat je mij alleen. Ik heb daar niemand om me heen. Rook mijn laatste sigaret. Dan ga ik alleen naar bed. Mijn gedachten doen zo'n pijn. Waar zou jij vanavond zijn? Het is al 2 uur in de nacht. En ik die op je wacht. Dit was weer ons WSD-journaal. Fijn dat je gekeken hebt. En tot de volgende keer. Doei!